Driek en Janine, die zijn al hellig wat jaren getrouwd. En Janine, die zit mij en Daan te zagen dat Driek er niet veel meer aan doet, dat hij geen goesting meer heeft. En zij horen zeggen dat je dan eens iets anders moet doen. Iets liek vroeger. Weet het nog, houdt Janine gezegd? Je weet het niet meer zeker. Maar vroeger, toen we nog niet getrouwd waren, dat we dan een deken meepakten als we gingen wandelen. En dat we s'avonds naar ons plekje in de wetering of de dommel. Toen kost er huis die op woogte. En ik kreeg er nog niet eens genoeg van. Och, je zat het erin. Zeg al uit, Druk. Voor wat zou dat nou niet meer gewoon? Omdat we getrouwd zijn. Dat is toch geen reden zeker? Na lang zagen pakt Druk ze niet nog eens mee. En ze wandelen op een zutterige avond nog het plekje aan de dommel. Die wetering, die is weg, dat wel. En de dommel is raar getrokken, maar ze vinden toch nog een stukje gras onder een eiken boom. En jawel, met die deken op dat gras, het is huiselijk vroeger. Maar als ze zo gewoon wel bezig zijn, dan gaat ineens een pitslamp aan en iemand roept, hola, hola, gelie tweeën. Zoiets mag niet, hè? Dat zij openbaar, openbare zetenschennis. Zo het dat. Gij zit er gewoon. Doe de boek maar eens terug touw. En geen bedammeke? Allee, meneer de police, dat mende is een trick. We doen toch niet met koud, zeker? Er is hij niet meer te zien, trouwens. Wel is hij getrouwd, hè? Dat heeft toch niks mee te maken. Laat alleen pas maar eens kijken. Driek vloekt in zijn eigen, zoekt in zijn box en naar zijn pas. Maar allee, op stuk van zaak kreeg hij een boete van 40 euro. Wat bleef? 40 euro, jongen, hè? Tut, tut, zit de politie, tut, tut, dat is de wet, dat is het reglement. Jongen, zwieg me stil, dat is nog niks. O, vrouw, laat me eens kijken. Voor een vrouw is dat, dat werd 150 euro. Oh, hou je trick, hou, hou, hela. 150, dat bestaat niet, wat is het verschil? Leg dat eens goed. Jawel, zit de politie, jawel, dat is het reglement. Vroeg is dat 40 omdat het vroeg de eerste keer is dat we mogen pakken.